Dan ben je niet tot antwoorden verplicht. En voordat jij mijn antwoord geeft, mag je eventueel een advocaat raadplegen op eigen kosten. Wil jij gebruik maken van die advocaat? Toch helemaal geen verstand van. Er zou een visser zitten bij het oude Rabobank kantoor. Die zou met 7 hengels zitten. Dat is onmogelijk dat dat vergund is. Die kan op zijn max 3 hengels hebben. Ligt eraan of die met meer personen is natuurlijk. Maar 7 is onmogelijk dat daar een vergunning voor afgegeven is. Alle reden dus om polshoogte te gaan nemen. Hoi. Een hele goede dag. Hoi. Wij zijn van de handhaving. Buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Deventer. Goedendag. Goedendag. Wij kregen een melding dat jij hier aan het vissen was met wat meer hengels dan 2. Nou zie ik er volgens mij 3 in het water liggen. 3 hengels mogen. Maar verderop staan er nog meer. Ja, je hebt een 3e hengelvergunning en een nachtvisvergunning in ieder geval. Alleen verderop staan er ook nog hengels. Ja, dan hebben we er 4 hengels. 5. En je mag met maximaal 3 vissen. Ja, dat is een groot geld als bij jou dan. Ja. Krijg je wel een procesverbaal voor dat je een vis met meer dan 3 hengels? Ja, daar heb ik wel identiteitsbewijs nodig. Of in ieder geval iets waar je verder je naam op staat. Ja, dat is degelijk. Dit is de enige? Ja, als je moet met mij naar huis rijden, kan ook, maar... Dat gaan we niet doen. Dan neem ik aan dat jij gewoon eerlijk je gegevens opgeeft. Die ga ik wel even verifiëren. Dus wat zijn uw voornamen? De man reageerde erg netjes, was blij met onze controle. Ik denk dat hij wat minder blij gaat zijn als hij de accepteerkaart binnenkrijgt. Maar de meeste vissers die wij altijd spreken zijn heel blij dat wij controles uitoefenen. Omdat er ook een heleboel mensen zijn die de regels aan de laars lappen. Nou, daar was deze man er eentje van. Al snel blijkt dat de man op een missie is. Ik probeer eigenlijk die grote meerval eruit te halen. Terwijl niemand te vangen. Ja. Die vis die kijkt, je ziet helemaal niets, geen ene meer. Vorige week zijn de laatste 2 zwanenjongen verdwenen. Er waren 5 jongen hier. En binnen 2 weken zijn er 5 jongen opgegeten. Ja. En er zitten iets van denk 25 grote meervallen van boven de 1,50 tot met 2 meter. Van de eentje groter is dan boven. Ja, een tijdje terug zijn ze hier ook al geweest filmen. Ja, en, De intenties van deze visser zijn sympathiek. Maar toch zal ook hij niet onder de sanctie uitkomen. Sinds wanneer zit je hier dan nu? Ik zit al 5 dagen, joh. Al zo lang? Ja, ik wil niet meer weg. Ik wil eerst die grote vis vangen. Ja. Ik zit al 10 jaar op die grote vis. Ieder jaar zit ik 3-4 dagen lang. Zit ik onder deze treurwiel, of onder andere treurwiel, gedekt opgesteld op meerval te vissen. Sinds 2 jaar dat je nou mag vissen, dat doet iedereen het. Mensen haken wel, iedereen haakt meerval. Een eruit halen is de tweede, weet je wel. Ja. Maar hij heeft last van. Je hebt wel geen controle gehad van collega's van mij? Nee. Okay. Ik heb nooit controle van jullie. Ik vind het goed dat ik nou de eerste keer in mijn hele leven fucking controle heb gehad hier. En dat heb ik nooit. Ik krijg nooit controles. Alleen die gaf aan nog nooit gecontroleerd te zijn. Dus ergens snap ik ook best dat hij dan de grens op gaat zoeken. Ik ben niet de antwoorden verplicht. Okay. En voordat je me antwoord geeft, mag je zelfs een advocaat raadplegen op eigen kosten. Oh, nee, joh. Wil je gebruik maken daarvan? Kom maar op. Nee. Wil je dan een verklaring afgeven waarom je met meer dan 3 hengels aan het vissen bent, terwijl je daar geen vergunning voor hebt? Omdat je eigenlijk nooit gecontroleerd wordt. En ik eigenlijk heel erg obsessief probeer die grote meerval eruit te halen. Want het water gaat helemaal naar de kloot. Er zit niks, geen kleine vis op en er moet een aantal vissen af. En ja, ik heb zoiets van, weet je, hoe eerder die vis eraf is dan... ik moet gewoon een grote hebben. Met die grote, die ben ik van plan uitzetten in de IJssel gewoon. Als u 2 hengels inhaalt, dan houdt u zich weer netjes aan de vergunning. En het procesverbaal die krijgt u binnen 4 tot 6 weken ongeveer thuis. Ja? Oké. Okay. De hoogte van de bekeuring is een pittige. Die zit boven de €300 en uit mijn hoofd is die 380. Maar daar durf ik me niet helemaal op vast te pinnen. Het kan ook zijn dat die 340 is. Eentje. Is er met er eentje? Wat eentje? Ik heb het idee dat meneer wel begreep wat hij fout deed. Alleen ik denk dat hij dat morgen gewoon nog een keer gaat doen. Nou, wij blijven gewoon controleren. En mocht hem weer treffen en hij pleegt weer een overtreding, dan zullen wij op dat moment weer optreden. Toch is de verwachting wel dat als de boete op de mat valt, hij zijn pogingen zal staken. Meestal hebben wij een beetje dit punt. Dan kun je zo ongeveer alles in de gaten houden. Dus de fietsen, de instroom. Het verkeer wat vanaf die kant komt, vanaf de cafetaria. En dan houden we hier een beetje de boel in de gaten. Blijven gewoon een beetje rondkijken. Als we wat zien, dan lopen we erop af. Jonge dame. Buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Deventer. Ik ben even heel nieuwsgierig wat er in die fles zit. Want ik heb zo vermoeden niet alleen cola. Nee, klopt. Nee. Nou, we zagen een groep jongeren aankomen lopen. Eén daarvan die had een petfles vast. Ik zag dat daar een donkerkleurige vloeistof in zat. Ons is bekend dat jeugd veelvuldig alcohol mixt. Waarmee heb je het gemengd? Malibu.
Ze gaf eigenlijk al gelijk aan dat zij cola gemengd had met Malibu. Dat rook ik ook heel erg sterk, die kokosnootgeur. Heb je toevallig een identiteitsbewijs bij? Ja. Zou ik die even mogen zien? Maar moet ik hier aan midden? Ja. Wat kan ik je vertragen? Wat is voor een risico? Ik licht er een beetje aan hoe oud je bent, maar je gaat in ieder geval een bekeuring krijgen omdat je alcohol en een drank bij je hebt. En dat is verboden hier in het centrum van Baden. Hoeveel was dat? 95 euro. Vervolgens bleek ze ook nog eens een keer onder de 18 te zijn en hebben we haar een procesverbaal aangezegd omdat ze alcohol en drank bij zich had. Dan ben je niet tot antwoorden verplicht. En voordat jij mijn antwoord geeft, mag je eventueel een advocaat raadplegen op eigen kosten. Wil jij gebruik maken van die advocaat? Toch helemaal geen verstand van. Dat is een recht wat je hebt. Jij mag nu een raadsman raadplegen voordat je antwoord geeft. Ja, maar ik weet niet wat het inhoudt. Een advocaat. Jij mag nu een advocaat. Ik ga jou zo'n verhoor afnemen. Jij mag een verklaring afgeven waarom je alcoholhoudende drank bij je had onder de 18. Voordat jij die verklaring afgeeft, heb jij het recht om te praten met een advocaat om te gaan vragen van nou wat moet ik zeggen. Dat is een recht wat je hebt. Wil je gebruik maken van het recht of zeg je van nee? Dan komt hij nu weer heen. Dan ben jij verplicht om nu te bellen, ja. En, ja, dat ga ik niet. Nou, wil je dan nog een verklaring afgeven waarom je alcohol en drank bij had terwijl je nog geen 18 jaar had? Is dat nodig? Nee, dat is niet nodig als je geen verklaring af wil leggen. Dan. Wat schiet ik erop als ik het wel doe? Nou, als jij nu een hele goede reden hebt, dan voer ik die in. En als jij dan in bezwaar wil gaan, dan kun je aangeven van nou, ik heb toen ook al aangegeven wat mijn redenatie was. Kun je bezwaar doen. Wil je een verklaring afgeven? Ja, nou, wat wil je verklaren? Nou, ik had dus alcohol bij me. Ik ben 17, dat is waar. Alleen, mijn ouders hebben er zelf geen probleem mee. Ik snap dat dat geen goed excuus is. Maar dat maakt het voor mij heel anders. Daarbij was het zo dat mijn broertje ook vanaf de ring ging. Die wilde eigenlijk mijn sterke drankfles meenemen en hij is 15. Jongens. Het is heel stom, maar het is eigenlijk altijd ik die heb meegenomen. Puur zodat hij niet ging drinken. Ik snap dat ik hem dan had laten kunnen laten staan, maar... Is het nou echt om kinderen van alcohol af te houden of is het gewoon een beetje goedkoop? Dit is om kinderen van de alcohol af te houden, want jullie horen gewoon niet te drinken. Plus de overlast die het veroorzaakt voor de jeugd, voor de mensen hier. Wie zegt dat hun ook alcohol? Zeg ik niet. Maar het was zijn vraag. Ik heb voor jou genoteerd. Jonge dame. Ik heb voor jou genoteerd, ik had alcohol bij me, ik ben 17 jaar, dat is waar, maar mijn ouders hebben er geen bezwaar tegen, dat maakt het voor mij heel anders. Mijn broertje wilde hier ook heen komen en ik heb het meegenomen zodat hij het niet zou doen. Akkoord? Dan krijg je binnen 4 tot 6 weken een actiegeldkaart binnen. Als je die gewoon betaalt, is het daarmee afgedaan. Mocht je een bezwaar willen gaan tegen de boete, dan zit bij die actiegeldkaart een brief en daar staat precies beschreven hoe je dat kan doen. Veel uitgaansjeugd komt op de fiets naar de discotheek en tussen al die honderden fietsen grijpt een jonge dame haar kans. Jonge dame, je mag even blijven staan. Buitengewoon opsporingsambtenaar. Dat was niet jouw lampje volgens mij. Nee, klopt. Nee. Heb je toevallig een identiteitsbewijs bij? Ja, dat heb ik. Ik zag twee dames aankomen fietsen. Die stalden hun fiets helemaal aan het achterstijden van het veld. Ik zag die dames richting Boden lopen. En de achterste dame die stopte in één keer bij die fiets. Ik zag dat lampje nog branden. En ik zie in één keer dat ze het lampje van de fiets afhaalt. En hem in de zak stopt en probeert weg te lopen. Nou, die persoon die hier de fiets heeft neergezet met het lampje, die is dus intentie om netjes met verlichting richting huiswaarts te gaan straks. En die persoon die zorgt er dus eigenlijk voor dat diegene een overtreding gaat plegen. Nou, dat vind ik te licht voor diefstal, ondanks dat dat eigenlijk wel is. Maar ik vind het wel straatschenderij. Ik vind het namelijk dat je iemand anders in een vervelende positie brengt. Je gaat van mij wel een bekeuring krijgen voor baldadigheid. Je neemt gewoon een lampje weg die niet van jou is. Die mag je zo dadelijk ook weer gewoon weer netjes terug gaan hangen. Dus, maar dan krijg je van mij wel een proces voor boven. Eigenlijk is het gewoon diefstal. Eigenlijk wel. Dus eigenlijk had je daar over moeten leveren aan die beste mensen die daar staan. Dit is een OM-beschikking. Dat wil zeggen dat de officier van justitie erover gaat beslissen. Die gaat kijken naar haar verleden, naar de ernst van het feit. En die zal daar een boetebedrag aan vaststellen. Ben je niet tot antwoorden verplicht? Voordat je mijn antwoord geeft, mag je zelfs een advocaat raadplegen op eigen kosten. Dat is een recht dat je hebt. Wil je gebruik maken van die advocaat? Nee. Nee? Wil je een verklaring afgeven waarom jij dat lampje van die fiets afhaalt, terwijl die niet van jou is? Nee. Noteer ik dat. Deze boete wordt bepaald door de officier van justitie. Binnen 4 tot 6 weken krijg je te horen hoeveel die gaat kosten. Mocht jij een bezwaar willen gaan tegen die boete, bij de actiegeldkaart die je krijgt zit een brief en daar staat precies in beschreven hoe je dat kan doen. Okay. Ja? Is die voor jou? Mag je het lampje weer terughangen? Die fiets die stond aan deze rij. Dat was hem inderdaad. Dat was een hete daadje, dat ging mooi. Ik zag het vol mogen gebeuren. Ach ja, elke tiener haalt wel eens wat uit. Hopelijk heeft ze haar lesje geleerd. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.